en welkom hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En ik kom net uit de douche. Echt mijn haar. Ik ga volgende week naar de kapper. Dus dan ga ik het even weer anders doen. Maar ja, dat is pas weer volgende week. We zijn nu bij de dag van vandaag. En ik ga vandaag niet zoveel doen. Ik ga vandaag Engels oefenen. Even een half oefenexamen maken en dan morgen de andere helft. En dan op maandag nog een keer een heel examen. En dan kan ik dinsdag goed dat examen ingaan. Dus nu even een half examen goed maken. Vanavond heb ik een verjaardag. Dus ik hoop dat jullie er weer allemaal heel veel zin in hebben. Vergeet even geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we gewoon lekker starten met de dag, jongens. Oh, wat goed, wat goed. Oh jongens, ik lijk zo echt op een paddenstoel. Oké, allemaal. Ik ga nu even naar buiten, even frisse neus halen. En ik ga even heel vlug naar de mal, want ik moet even nog iets hebben voor morgen. Want morgen heb ik zoiets leuks. Ik ga namelijk de uitreiking presenteren. En van een zeg maar een soort van boekenuitreiking. Superleuk. En dat mag ik doen. Ik was ervoor gevraagd en gezamenlijk met Rachel. Dus ik heb onwijs veel zin in. Maar ik moet dus nog wel even iets hebben. En dan ga ik even iets van een blouse of zo. Weer een blouse. Voor degenen die de vlog zo langer kijken. Weer een blouse. Dus ik ga even snel naar de mall. Ja. En ik neem jullie niet mee. Ja, sorry. Ach, heel zielig. Nee, sorry jongens. Ja, ik neem jullie even niet mee. Want ik moet gewoon even snel en die camera, joh, weet je, jullie zien anders dagelijks dat ik in die mall kom. Hou op hoor. Nee, ik ga even alleen naar de mall. Ik laat jullie even hier, dus ik zie jullie gewoon eigenlijk nu weer terug. In 3, met wat ik dan heb gekocht misschien, hè. In 3, 2, 1. Ja. Nou jongens, Oh, wat een ellende. Ja, dat heb ik ook gedaan, want ik schrik. Zieke uit. Ja, daar hebben we de medemens voor, hè. Oh, hou op. Nou, daar moest ik eigenlijk niet zijn in de mall. Maar het is even een andere afslag geworden. Er is net een heel ding gebeurd. Ik ga het later allemaal rustig uitleggen, hoor. Maar het was wel even schrikken. En ik sta nu gewoon op het politiebureau. En ik heb net een, iets gedaan. Een aangifte. Het is allemaal heel gedoe en heel eng allemaal. Dus ik spreek jullie later. Goed jongens, nou, ik ben thuis. Oh, wat een dag. Oh, wat erg. Ik had wel dood kunnen zijn. Ik zeg het je. Oh, wat zie ik eruit ook. Hele rare wending heeft het allemaal. Ik ga eerst even dit verwerken. Even met mijn moeder, die is aangekomen. Mijn vader, de buren. Het is een heel comité geworden uiteindelijk. Dus ik ga even praten, even nabespreken. Daarna vanavond ga ik naar een verjaardag. Ik wil er wel heen, want ik had diegene beloofd om er naartoe te gaan. Nou jongens, Suus en Marion even nababbelen. Dag. Nou Suus, dit is echt weer een dag. Nou, we gaan zitten. Ja, we moeten weer bijkletsen. Nou ja, ik ben helemaal bij. Jij bent bij. Ik ben bij met het verhaal. Ik zit met mijn hoofd ergens in een zevende hemel. Nou, zevende hemel. Nou, de achtste. De derde helft. De dertiende helft. De derde helft naar beneden. Oh. Ik ben het zo spuugzat weer allemaal. Gewoon even naar de mal. Zaterdag, 2:00 middags. En je wil een blouse kopen. Moest ik mijn tas geven, ik moest mijn telefoon geven, want ze wouden natuurlijk kijken of ik geld had. Maar door je schrik, heb je dat gedaan? Ja, tuurlijk, door mijn schrik. Als je niet geschrokken, dan had je me de hond van weg kunnen fietsen. Ja, nee, daarom. En ik, de politie was echt, die handelde waanzinnig, echt uitmuntend. Ja, maar dan heb jij ook heel snel gereageerd, want heb jij al 1 en 2 gebeld? Direct. Toen ik jou appte? Ja, voor al lang. Het is altijd voor het geld. Altijd dat stomme geld. Nou, ik ben dat zo zat. Daarom roven ze me. Jongens, ik zit nog even gezellig lekker bij Suus. Altijd, alles komt goed. Ook al dacht ik van niet toen die dat moment. Het komt altijd goed. Alles komt goed? Ja. Alleen, je weet niet hoe lang het gaat duren. Nee. Of
van de week ook zei, je wordt geboren en je gaat dood en af en toe ertussenin is het. Er gebeurt iets, ja. Oké, lieve allemaal, ik ga nu richting de verjaardag. Ik heb even besloten om de camera niet mee te nemen. Ik heb ook geen tasje, dus anders zit ik zo met alles te zeulen. Dus ik vlog even de rest met mijn telefoon. Als ik vanavond thuis ben, dan ga ik ook even uitleggen wat er nou allemaal precies is gebeurd. Want het is voor jullie ook heel onduidelijk. Komt zo. Alsof er niets aan de hand is, wij gaan gewoon lekker door naar de verjaardag. Want ik heb er nu een leuke verjaardag van. Elina. Elina is iemand die ik heb leren kennen, eigenlijk door TikTok. Ik heb haar een keer voor de klas mogen staan, voor groep 8. Zo leuk. Mocht je die video trouwens willen zien, hier even de thumbnail. En dan moet je maar even opzoeken. Want hij is zo leuk, vond ik. En mensen vonden hem ook heel leuk. Dus ik ga er nu naartoe. Weliswaar zonder cadeau. Want ja, ik had geen... Weet je, er kwam iets tussen. Dus ik kon geen cadeau kopen. Je kan wel in negatieve sferen blijven. Helemaal geen zin in, je moet door. Heerlijk fietsen door een lekker natuurgebied. Met molens. Kijk eens jongens, wat een lief plaatje dit. Ach... Nou, dit is schattig. Kijk dan. Oh, heel braaf. Kijk, die kleintjes. Oh, zo poepig. Oh, ik vind het zo schattig, jongens. Ik meen dat je kijkt en lekker het zonnetje erbij. Ja, dit is echt leuk. Oh, daar komt het vadertje al. Oh, die vindt mij niet zo leuk. Ik ga weg. Excuus. Nou. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Deze route, zulke leuke dieren allemaal. Ah! Ah, ik vind het zo schattig. Je hoort overal kippen, dan hoor je weer een varken, dan hoor je weer een schaap. Het is zo leuk. Hallo! Nou, het is hartstikke gezellig hier. Auw! Ze hebben hier het hartstikke leuk met een 90s thema. Het is helemaal een thema. Gezellig. Nou, en je hebt hier hartstikke lekker een tuin. Hi, boys! Hey! Het is al heel druk in de bosjes, dames en heren. Kijk dan. Maar wel gezellig en fijn. Leven, lang zal ze leven in de glorie. In de glorie. In de glorie. Met me. Wij zijn de dansers hier hoor. Ja, ik ken niet dansen, maar zij durven niet. Ze hebben podium. Ah, kom op. Oh, ja. Vandaag leren wij de tafels. Op 6x8. Nu. 48? Ja. Heel goed, heel goed. 7x8 is het moeilijkst. 56. Oh, je hebt echt zo HAVO geslaagd volgende week. Ja, ik heb dit wel even. Ja, doe even, doe even. Doe even. Eén keer, één keer. Doe even tillen. Even tillen. Hij denkt, wat is dit voor mij? Coco dansen. Coco. Coco. Coco dansen. Coco dansen. Ja, Coco. 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 Oké, lieve allemaal. Het is laat. Ik ga slapen. Ik ga jullie morgen... Ja, ik ga jullie denk morgen even het verhaal vertellen over die... Over die hele roof. En dat doe ik gewoon in de vlog even kort. Sorry hoor, jullie zaten helemaal te wachten op het moment misschien. Omdat ik het vanmiddag zei. Maar ik ga nou slapen, ik ben kapot. Jongens, slaap lekker. Ik hoop jullie morgen allemaal gewoon weer te zien.
Het was me een dag. Oh, nou. Is toch niet normaal dat dit soort dingen allemaal gebeuren eigenlijk? Ja, gewoon een doodsnormale Zaanse dag. Nou, weet je wat er allemaal wel niet kan gebeuren op zo'n dag? Het is echt vreselijk. Ik ga het morgen vertellen. Ik ben in ieder geval wel die mensen die me hielpen enorm dankbaar. En de politie ben ik ook heel dankbaar dat ze allemaal zo goed hielpen en snel ter plekke waren. Echt waanzinnig, jongens. Echt goed dat er zulke mensen zijn in de wereld. Ik ga ze ook opzoeken, hoor. En dan ga ik ze ook even bedanken en zo. Bedankt voor het kijken, lieve allemaal. En tot morgen weer.